Ik ben Cindy Patijn, de dochter van Tony Patijn. Welkom hier bij mij thuis. Ik ben geboren in Anderlecht. Dus vanaf dat mijn papa met voetbal met mij keek en zo, is het eigenlijk begonnen. Bon, voilà, je me présente, c'est Tony. Tony Patijn, 58 ans, supporter d'Anderlecht depuis plus de 40 ans. Et voilà, moi je suis le papa de Cindy. Voilà. C'est peut-être de ma faute que Cindy est devenue comme ça. On ne sait pas l'un sans l'autre quand il y a un match de football. On se tient la main, on dirait copain-copine, quoi. Le lien est devenu beaucoup plus fort entre nous. Ma femme m'a même dit, toi et ta fille, c'est quand même terrible, hein. Vous êtes deux les mêmes et... On a commencé un premier match, je pense que c'était à Eupen, c'était un long déplacement, c'était le plus long qu'on a eu. Depuis lors, on n'a plus arrêté. On a fait européen et champion. Tous les matchs, évidemment, hein. Donc on n'a raté aucun match. C'est une grande liefde. Ja, ik kan dat echt niet beschrijven hoe groot dat is voor mij. Ik kan gewoon niet leven zonder voetbal. Ik wacht echt elke weekend dat het voetbal is om te gaan. En daarmee dat het nu ook super moeilijk is voor mij van gewoon de matchen kijken thuis. Dat is denk ik een jaar of zo geleden. Ik heb dat niet zo lang gedaan. Na de match had ik geen stem meer. Dus moest er iemand anders voor mij praten. Omdat ik alleen maar kon fluisteren. Ja, dat is een beleving, hè. Iedereen zingt wat jij dan zingt. Mijn lievelingsliedje. Anderlecht allee. Anderlecht allee, allee, allee. Yo, lo, 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 lo. Dat, hè. Je hebt gestopt nu toch? Coupé.